Het comité Slachtoffers van Nabestaanden van Politiek Geweld heeft dit jaar wederom activiteiten gehouden om slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld te herdenken. Dit in verband met de dag van de nationale rouw vandaag. De activiteiten zijn zowel in Paramaribo als in Brokopondo gehouden. Er zijn bloemenhuldes gebracht bij het monument aan de Gravenbergstraat bij de Mimrebuku-kazerne, in het Fort Zeelandia en in de Kroeto Osso aan de Bronsweg. Elvira Sandi, directeur van het directoraat Cultuur, sprak de aanwezigen in het Fort Zeelandia toe. Ik sta hier inderdaad als directeur Cultuur op het Fort Zeelandia en wil mijn erkentelijkheid uitspreken voor het comité slachtoffers, herdenking slachtoffers. Wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor het feit dat inderdaad voor de vierde keer vandaag we hier mogen staan om te gedenken allen die ons zijn voortgegaan middels misstanden die hebben plaatsgevonden en in het bijzonder kracht te geven aan de nabestaanden van deze slachtoffers. Wij als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben wij kunst en cultuur educatie hoog in het vaandel, hoog op agenda. En daarom ben ik heel blij dat ik mag zien dat deze activiteit niet zonder de schooljeugd plaatsvindt. Het is belangrijk dat we onze kinderen meenemen in alles wat we doen. Want dat is de enige manier waarop we dat volledige overdracht van onze gewoonten, onze gebruiken, maar ook onze geschiedenis. Ook bestuurslid Muyenga Linga van het comité hield een toespraak. Ze vertelde wat het belang is van verzoening. Het doel van het pad is een symbool om de pijn en het leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld met elkaar te verbinden in plaats van die gescheiden te houden. Vandaag bij de vierde nationale dag van rouw en verzoening is de loop vanuit het Nationaal Monument Bastion Vera naar het monument van alle Surinamers die ons zijn ontvallen tijdens het binnenlands conflict. Het pad van verzoening moet ons als samenleving tonen dat het mogelijk is dat mensen die eerder vijanden van elkaar waren, samen op pad moeten kunnen gaan of elkaar moeten kunnen tegemoet lopen zonder een vijandige houding tegenover elkaar. Het moet niet slechts een symbool zijn van het zich verzoenen van twee groepen, maar van de totale Surinaamse samenleving. Bestuurslid Muyenga Linga van het comité Slachtoffers van Nabestaanden van Politiek Geweld vandaag in het Fort Zeelandia in verband met de Dag van Nationale Rouw.